Ik had al een aantal vragen van de mensen binnengekregen. En vele vragen gaan natuurlijk over Turkije, Rusland. Het Ruslandverhaal, het Turkijeverhaal. Turkije, mensen denken dat jullie daar zware verliezen rijden op dit moment. Met de hyperinflatie, zoals u zelf al zei, 80%. Er kan geen euro winst meer richting de koning vloeien, denken een aantal mensen. Hoe reageert Turkije is voor ons ons meest winstgevend platform. We slagen daar ook in van onze prijzen worden daar wekelijks aangepast. Wij volgen zeer sterk, want we importeren inflatie. Wij moeten onze producten, onze grondstoffen kopen in euro of in dollar. Maar we passen onze prijs constant aan. Door onze sterke merken slagen we er zelfs in van marktaandeel te winnen, omdat er vertrouwen is in het bedrijf. Een deel van de installateurs moet op voorhand betalen vooraleer dat ze ramen kunnen kopen. Zij hebben schrik als ze naar andere bedrijven gaan, dat die bedrijven failliet gaan gaan. Dat is een van de redenen waarom we eigenlijk een versterking zien van onze positie daar. Kunnen we er geld uithalen? Dit jaar gaan we waarschijnlijk meer dan 10 miljoen euro aan dividenden laten betalen door Turkije die rechtstreeks naar de moedermaatschappij vloeien. Dus dat is meer dan we tot nu toe gedaan hebben. Onze winstgevendheid ligt daar hoger. Onze EBITDA-percentages liggen daar boven de 20%. Het is moeilijker business doen, maar wij geloven er zeer sterk in en de positie die we hebben versterkt verder. Oké. U bent gestart als CEO met een overvol orderboek. U kon niet op tijd leveren. Een aantal klanten moeten teleurstellen, weliswaar. Hoe evolueert de jongste maanden in Europa vooral? Met de crisis in energiecrisis, de crisis in Oost-Europa? Ik moet zeggen, het gaat enorm snel. Ik ben inderdaad officieel in januari begonnen. Officieus iets langer aan het kijken geweest naar het bedrijf natuurlijk. Ik was in de raad van bestuur, dus ik wist welk bedrijf ik mocht gaan leiden. En er is heel veel gebeurd, absoluut. De onzekerheid speelt. Op korte termijn is er heel weinig visibiliteit. Vandaar ook dat ik denk, als belegger moet je kijken, heb ik vertrouwen in de middellange of de lange termijn? Op korte termijn zien we inderdaad door de stijging van de interestkosten dat er vooral qua investering in huizen, dat daar op beknibbeld wordt of dat mensen onzekerder zijn. We zien dat ook in de renovatiemarkt, alhoewel dat we daar iets minder zien. Maar die vraag die neemt af. Het is ook zo dat we heel goed moeten beseffen dat tijdens COVID we een enorme disruptie van de supply chain gekend hebben. Er was een tekort aan ongeveer alles, waardoor dat de levertermijnen enorm naar omhoog zijn gegaan. Wat is er dan gebeurd? Al onze klanten hebben zoveel mogelijk besteld. Nu komen die levertermijnen terug in meer stabiel water, waardoor dat iedereen eigenlijk zegt, ik ga mijn eigen inventaris een beetje opgebruiken. Zeker en vast nu dat ze allemaal naar cash aan het kijken zijn. En dat is ook één van de afkoelingen die we zien, dat de inventarissen die in de pijplijn zitten, opgebruikt worden. Dus de terugval dat we zien in vraag is niet noodzakelijk een terugval van de eindvraag, maar versterkt een korter effect van hetgeen wat we zien in het opkuisen van de inventaris. Middellange termijn, zoals ik denk dat ik heb aangegeven, geloven wij zeer sterk in het groeipotentieel. U haalt het al aan. De koning is heel sterk op het vlak van recyclage. U wil in Dixmuiden een fabriek of de productie ruim verdubbelen binnen een aantal jaar. Zodanig dat u minder nieuw PVC-resijn moet opnemen. Maar een terechte vraag van hier een kijker. Ja, wat met de loodproblematiek? Was Europa daar niet tegen de recyclage van oude PVC-ramen, omdat er lood in zat? Absoluut. Zeer goede vraag. Het is inderdaad zo dat in zeer oude ramen, ramen die ouder zijn dan 25 jaar, dat er nog een zeer klein percentage lood in die PVC zit, die dan gerecycleerd wordt. En waar we dus moeten kijken van hoe gaan we dat nu doen. Nu, als we die recycleren, kunnen we die in de core steken. Wat wil zeggen dat we eigenlijk, als we het profiel gaan bekijken, aan de binnenkant van het profiel gaan we het gerecycleerd product steken. Aan de buitenkant van het profiel gaan we nieuwe resin steken. Dat is een van de zaken waar we naar kijken. Nu, we moeten ook de alternatieven bekijken. Als we het niet gaan recycleren, wat gaat er gebeuren? Dus gaan recycleren, gaat dus verbrand worden. Dan zijn we zeker dat het lood in de omgeving terechtkomt. Als we het gaan
Recycleren in de koor steken is een, waarschijnlijk de beste manier, en we zijn daar ook met Europa over aan het spreken, hoe dat we erin kunnen slagen van op die manier het lood dat er nu eenmaal is, dat er 25, 30, 35 jaar geleden is ingestoken, hoe dat we dat op de beste manier zo veilig mogelijk kunnen verwerken. Oké. Ook nog een vraagje rond de productiekosten van de Koenig. Die nemen natuurlijk ook fel toe, energie. Ja. U heeft een aantal machines staan die extrusie doen van raam- en deurprofielen. Verbruikt heel veel energie. Hoe bewapenen jullie daar zich tegen? Verschillende pistes. Wij hebben ons ingeschreven in hetgeen wat dat SBTI noemt. Dus wij willen voor onszelf kijken hoe dat we zoveel mogelijk CO2 kunnen besparen en verminderen. Een van de belangrijke stappen daar is energiebesparende maatregelen. We denken dat we toch door op andere manieren te gaan produceren tot 10% minder energie kunnen verbruiken. 10 tot 15%. En die plannen, dat is niet theoretisch, we zijn die aan het uitvoeren, we zijn daarvoor aan het investeren. Dat is één. Twee, zijn we ook aan het bijkomend investeren in groene energie. Dat gaat van de klassieke investering in zonnepanelen die vroeger een beperkte of een vrij moeilijke return hadden, waar dat we nu kijken naar een return van 2 jaar of soms zelfs minder met de hoge energieprijzen. Dat zijn zaken die we doen. En langs de andere kant dekken wij ons in, maar, en dat heb ik ook heel duidelijk aangegeven, wij gaan onze kosten van de inflatie, zowel van energie, van transport, van lonen, zoals we gedaan hebben in het verleden met de hogere kosten voor onze producten, mee door moeten rekenen in onze eindproducten. Ja. Nog een vraag die hier binnenkomt, is dat PVC nogal een negatieve perceptie heeft. En een kijker vraagt, ja, is dat omdat u daardoor aluminiumprofielen bent gaan extruderen, dat PVC misschien in de toekomst verboden gaat worden door de Europese Unie? En speelt dan die Green Deal minder een rol waar u op alludeert? Ik denk dat je het in perspectief moet bekijken. In landen zoals België heeft aluminium inderdaad een belangrijker deel van de markt genomen, 25-30% van de markt, terwijl dat het grootste deel nog altijd PVC is. De echte reden daarvoor, denk ik, dat het achterblijven van een mooie design was. Het was een zeer traditionele design. PVC is ontstaan als vervanging van hout, de meer rustieke design. De nieuwe lijn die we hebben op de markt gezet, vooral voor landen waar daar meer vraag naar was, is meer naar die strakkere design. Dat is een van de belangrijkste elementen daar. Waarom kijken we ook naar aluminium? We zijn een solution provider. We willen kijken of, als er mensen soms echt aluminium willen, voor bepaalde toepassingen kan dat beter zijn. Als je grote schuiframen wilt, dan kan het inderdaad mooier zijn als die iets dunner zijn van, qua design. Vandaar dat we onze design van de PVC-ramen 100% hebben afgestemd op die van de aluminium, dat je zelfs naar combinaties kan gaan. Dat je echt naar de beste oplossing kan gaan voor hetgeen wat je nodig hebt. Een kleiner raam, het is nu eenmaal zo dat de isolatiewaarde en de kost veel beter is van PVC. Als je het verschil niet ziet, dan denk ik dat de beslissing snel gemaakt is. En we hebben daar trouwens een test, iemand die bij ons op bezoek komt. Vooraleer dat je een visitors badge krijgt, moet je een test doen. Er staan 7 ramen. Je hebt ze misschien al gedaan als je geweest bent. De gemiddelde score om te herkennen, is dit nu PVC of is dat aluminium, is meestal 3 of 4 op 7. Nu, er zitten mensen die waarschijnlijk iets van de goktheorie kennen. Als je gokt, dan heb je meestal 3 of 4 op 7. Dus het verschil is niet merkbaar. Oké. Belangrijk, jullie hebben vandaag de dag een stevige balans. Ja. U heeft het zelf aangehaald. Netto schuldratio op EBITDA van 1,2. Zeer comfortabel. Maar er zijn een aantal kijkers ook, die zeggen van, ja, waarom gaat de Koenig met de forse koersterugval geen eigen aandelen inkopen? Waarom gaat het dividend niet opgetrokken worden om ons door deze moeilijke periode te loodsen? Of ziet u nog veel groeikansen extern? Want dat is ook een vraag. Ja, zijn er concurrenten die vandaag de dag over kop gaan en ziet u externe groei? Kijk, er zijn zeker en vast, we moeten kijken, de middelen zijn niet onbeperkt. Ik denk dat het belangrijk is van een gezonde balans te hebben als je in woelig water terechtkomt. En dat niet als bedrijf, maar als industrie,
als economie in het algemeen. Dat is één. Dus we willen daar zeker en vast op blijven waken. Twee, we zien enorm veel mogelijkheden om te groeien, organisch, eventueel via acquisities, maar vooral organisch. We zien die groeimogelijkheden in Europa. We hebben landen in Europa waar dat we zeer sterk staan. We hebben andere landen waar dat we nog heel veel groeipotentieel hebben. De groeimarkten, zoals ik heb aangegeven, is voor ons... En we zijn een van de weinige globale spelers die ook echt ook investeren in die groeimarkt. Ik geef u één voorbeeld. De markt voor kwalitatieve, hoogstaande ramen in Brazilië is kleiner dan de markt in Europa op vandaag. Nu weten we allemaal dat er meer Brazilianen zijn, dat daar ook een sterke economische groei is. Dat is niet zo stabiel als we zien in andere delen van de wereld, maar vroeg of laat komt dat wel. En daar zien we dan ook dat bepaalde van die continenten een enorm groeipotentieel hebben. En we beginnen nu Latijns-Amerika, geleid door Chili en Colombia, groeipotentieel te zien. Dus wij bekijken liever waar kunnen wij meer aandeelswaarde creëren door te gaan investeren in hetgeen waar we mee bezig zijn. Oké, en dan ga ik nu de mensen in de zaal en thuis oproepen voor te stemmen nadat... meneer Humley zijn presentatie gedaan heeft en u overtuigd heeft om in de Koning te beleggen. Gaat u nu effectief overgaan morgen bij uw broker tot een aankoopsom? En dan zullen we even kijken. Ik heb nog een slotvraagje. Iemand die zei, ja, waarom is het belang van zo'n wielerploeg te sponsoren? U heeft dat gedaan met Lefebvre, ja. En nu Alpecin de Koning. Waarom zoveel geld erin pompen? Heeft dat wel een return? Wel, onze sterkste markt is Turkije, waar dat we zeer sterke merken hebben. En ik denk dat een versterking van het merk, de merknaam, en ook een betere erkenning, die eigenlijk veel te laag was, zelfs in België, dat zeker en vast daar kan toe bijdragen. Zie je daar een directe return in? Nee. We zitten ook niet in een business waar dat je promoties kan doen, waar dat je echt directe returns kan doen, als je daar juist... consumentenproducten ziet van koop één, krijg, koopt er één gratis bij. Dat is niet de business waarin dat we zitten. Als mensen gaan investeren, gaan ze niet twee keer zoveel ramen kopen dan nodig. Voor ons is het belangrijk van onze merkbekendheid hoger op te maken, maar dat op een kwalitatieve manier te doen. We hebben gekozen om in wielersponsoring te gaan, ook omdat dat een globaal product is. En kostefficiënt, zeker en vast ten opzichte van andere sponsorings. En we zijn blij met de alternatieve ploeg die we hebben. Het is een challengersploeg. Wij voegen ons ook op veel plaatsen een challenger. Dus ik denk dat het profiel van de ploeg goed past bij het bedrijf. Oké. Dan ga ik nu even zien of dat er hier en daar al uitslagen zijn. Oei. Kijk, u heeft toch wel een... 20% overtuigd van toch in uw aandeel te investeren. Dus ja. Ik zou je bedanken voor de inspanning. Dank u wel. Bedankt.